De niet-residerende ambassadeurs van de Republiek Pakistan en het Koninkrijk Thailand hebben gisteren hun geloofsbrieven aan staatshoofd Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Saksi Pramjothi van Thailand en Ahmad Hussein Dayo van Pakistan zullen zich inzetten voor het intensiveren van de bilaterale banden. Bij het gesprek met beide diplomaten heeft president Santokhi gewezen op het belang van samenwerking en solidariteit om mondiale uitdagingen aan te gaan die de mensheid raken. Het ministerie van LVV heeft het project Meet the Farmers gelanceerd. Het project is gisteren gestart en heeft als doel boeren een helpende hand te bieden door in te komen met ploegmachines ter bewerking van hun landbouwgronden. Middels dit initiatief van het ministerie besparen de boeren ook geld. Het ministerie van AWJ heeft op basis van haar verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid in ons land afgelopen dinsdag een bijeenkomst georganiseerd met belanghebbende ministeries. Om een integraal en gecoördineerd jeugdbeleid uit te voeren, heeft het ministerie van AWJ de contouren aangegeven waarbinnen beleidprogramma's dienen te worden geïmplementeerd. Op de bijeenkomst is de noodzaak van afstemming, stroomleiding en coördinatie gebleken en is daarom besloten om de bijeenkomst in het vervolg halfjaarlijks te houden onder de naam van evaluatie en planning.